Deze instructiefilmpjes zijn voor de vrijwilligers die meewerken aan het bouwen en het up-to-date houden van de fietsrouteplanner van de fietsersband. De filmpjes zijn een uitbreiding op de geschreven handleiding. De filmpjes zijn gericht op die onderdelen in de handleiding die je sneller zult begrijpen als je het een keertje ziet. Naast het bekijken van de filmpjes blijft het belangrijk ook de geschreven handleiding goed te lezen en ook te blijven raadplegen. Een overzicht van alle filmpjes die we tot nu toe hebben, vind je ook in deze handleiding. De handleiding staat op onze website. Het filmpje dat nu begint, gaat over het onderdeel Intekenen van wegen. Eerst een aantal voorbereidingen. Voordat je begint met het intekenen van wegen, kies je in de menuboom, die staat links van de kaart, de juiste instellingen. Ga na of in het menu Fietsnetwerk de wegen en de knopen zijn aangevinkt. Is dit niet het geval? Zet ze dan aan. Je ziet de wegen en de knopen nu op de kaart verschijnen in de kleur geel. Knopen vind je op alle kruisingen en verder op alle plekken waar halverwege een weg de kenmerken van de weg anders worden. Bijvoorbeeld op een plek waar asfalt overgaat in klinkers. Op deze kaart zie je alleen knopen op kruisingen. Zet bij het onderdeel knopen een vinkvakje bij. Instellingen kleur naar rechts kun je nu een kenmerk kiezen. Kies voor het kenmerk Aangesloten wegen. Je ziet nu dat de knopen andere kleuren krijgen. Dit is telkens de kleur van het aantal wegen die vastzitten aan de betreffende knoop. Een knoop waar vier wegen aan vastzitten is bijvoorbeeld altijd paars. Een knoop waar drie wegen aan vastzitten is altijd geel. Het is handig om dit te kunnen zien, want daardoor. Kun je bij het intekenen direct zien of je het goed doet? We komen hierop terug. Om een weg in te tekenen is het belangrijk om voldoende ver in te zoomen. In dit plaatje ben je heel duidelijk onvoldoende ingezoomd. En in dit plaatje ben je voor de meeste handelingen wel voldoende ingezoomd. Voor sommige handelingen moet je wellicht nog verder inzoomen. Inzoomen is belangrijk om nauwkeurig te kunnen werken. Inzoomen kan simpelweg. Met het scrollwieltje van de muis of met de knoppen hier in het midden met het plusje en het minnetje erin. Als de wegen na inzoomen smal blijven en niet editbaar blijken te zijn, zet dan bij menu Extra de schaal iets hoger. Zichtbaar vanaf kun je hoger zetten en ook editen vanaf kun je hoger zetten. De hoogste schaal is altijd goed, maar maakt de editor soms trager. Kies daarom de voor jou meest werkbare schaal. Achtergrondkaarten. Er is het fietsnetwerk en er zijn de achtergrondkaarten. Het fietsnetwerk is als het ware ons werkstuk. Daar kun je dingen aan veranderen. Je ziet het fietsnetwerk hier als de kaartlaag met de gele wegen en de gekleurde knopen. Daaronder, dus onder het fietsnetwerk, liggen de achtergrondkaarten. Aan die kaarten kun je niets veranderen. Er zijn meerdere achtergrondkaarten en je kunt zelf beslissen welke er in beeld is. De achtergrondkaarten zijn er om je goed te kunnen oriënteren tijdens het werk. Als je voor het eerst gaat editen, staan standaard alle achtergrondkaarten aan. In de handleiding lees je welke achtergrondkaarten je het beste bij welke werkzaamheden kunt gebruiken. Om ruimte te maken, zetten we nu een aantal kaarten even op onzichtbaar. Meestal erg nuttig is het om de topografische kaart aan te zetten. De topografische kaart bevat onder andere paarse gebieden. Op deze plaatsen bevinden zich volgens de topografische dienst de fietspaden. Ook het gebruik van de luchtfoto is dikwijls erg handig. Je kunt de kaarten ook mixen door ze meer of minder op transparant te zetten. In deze instructiefilm gaan we er gemakshalve even vanuit. Dat de topografische achtergrondkaart klopt. In de praktijk is het de bedoeling dat je zelf op straat gaat kijken waar de fietspaden lopen. De topografische kaart is namelijk niet altijd juist. Sommige fietspaden staan er niet op. En andere fietspaden die er wel op staan, blijken soms in de praktijk niet te bestaan. Ook de luchtfoto kan gedateerd zijn. De achtergrondkaarten gebruik je daarom eerder, om te weten waar je een weg moet intekenen, dan om erachter te komen of een bepaalde weg wel of niet bestaat. Het intekenen van een weg Nu gaan we nieuwe wegen intekenen. Zet de muis eerst op de tekenfunctie. Dit kan door op toets T te drukken of door te klikken op dit potlood-icoontje. Eerst klik je met de muis op de plek waar de weg moet beginnen. De nieuwe weg moet goed aansluiten op een bestaande weg of knoop. Klik daarom altijd precies op een andere weg of knoop... En doe dit pas als deze weg of knoop echt oplicht. Zodra je klikt, zie je achter de weg of knoop een groot grijs rondje ontstaan. Als je dat ziet, is het goed. Dit rondje betekent namelijk dat de nieuwe weg goed gehecht zal zijn aan het bestaande netwerk. Daarna klik je het tracé van de weg op de kaart. Bij iedere klik ontstaat nu een klein grijs rondje en wordt de nieuwe weg in grijze lijnen alvast geschetst. Als je een fout maakt, klik je op Escape. Dan verdwijnt de weg en kun je het opnieuw doen. Tot slot klik je het laatste deel van de weg op een bestaande andere weg. Als de weg opnieuw moet aansluiten op het netwerk, en dat is hier het geval, moet je opnieuw bij klikken het grote grijze rondje zien. Als de weg als schets op de kaart staat en je ziet de grote grijze rondjes op de plek waar de weg moet aansluiten, dan druk je op Enter. Je wacht even. En de weg wordt definitief ingetekend. Om te controleren of de weg juist is ingetekend, met name of deze goed is gehecht aan het netwerk, maak je nu gebruik van de kleuren van de knopen. De knopen hadden we op het kenmerk aangesloten wegen gezet. Deze knoop is geel. Dat betekent dat er drie wegen op aangesloten zijn. Dit klopt. Deze knoop is paars. En dat betekent dat er vier wegen op aangesloten zijn. Ook dat klopt. We weten nu dat de weg die we hebben aangelegd goed is gehecht. Zonder hechting zouden de knopen op de kruispunten namelijk niet de juiste kleur hebben. Als je nu op de weg gaat staan, zie je behalve de aansluitende knopen ook de paarse vormpunten. Deze staan op de plek waar eerder de kleine grijze rondjes stonden. Je kunt de weg na intekenen nog iets beter op zijn plek leggen door de weg te verschuiven. Dit doe je door eerst op toets M te drukken. Of op dit icoontje. De muis staat nu op Verschuiven. Je kunt de weg nu verschuiven door gewoon de vormpunten en de knooppunten te verschuiven. We tekenen nu nog een weg in. Dit is een fietspad langs een weg dat halverwege de weg begint. Eerst tekenen we het fietspad tot aan de eerste kruising. We drukken weer op Enter en de weg wordt ingetekend. Omdat er halverwege aan de andere kant van de weg een zijweg is, die je vanaf het fietspad gewoon kunt inslaan. Is het belangrijk om ook het doorsteekje naar die zijweg in te tekenen. Ik ga nu naar de testplanner om dit fietspad te testen. Ik doe dit door te klikken op het zwarte fietsje. De testplanner opent en ik zet deze op het profiel kortste route. Het startpunt plaats ik voor de nieuwe afslag en het eindpunt plaats ik na de nieuwe afslag. Ik druk op de knop Bereken de route en de route wordt uitgestippeld. Dat gaat goed. Althans, het lijkt goed te gaan. Kijk ik namelijk naar de routebeschrijving, dan zie ik dat er sprake is van een afslag schuin naar rechts. Blijkbaar ziet de planner mijn nieuwe fietspad als een afslag schuin naar rechts. Maar feitelijk is er natuurlijk alleen maar een nieuw fietspad begonnen langs de weg. Dat is helemaal geen afslag. Als de namen van twee wegen. In dit geval van de weg en van het fietspad, van elkaar zouden verschillen. Zou er nog sprake kunnen zijn van een afslag rechtdoor, met een naamswijziging. Maar deze weg en dit bijbehorende fietspad hebben dezelfde naam. En als de naam van twee wegen hetzelfde blijft en je gaat rechtdoor, dan slaat de routebeschrijving een dergelijk kruispunt gewoon over. Dus hoe lossen we dit nu op? Ik ga weer terug naar de editor. Wat ik nu moet doen. Is de hoek waaronder het fietspad afbuigt van de weg kleiner maken dan 15 graden? Kijk in de handleiding wat de gevolgen zijn voor de routebeschrijving van alle hoeken die je gebruikt bij het intekenen. De hoek verkleinen doe ik door eerst twee extra vormpunten te plaatsen. Dat is mogelijk via toets P of via dit icoontje. Daarna verklein ik de hoek. De extra vormpunten zijn nodig om ervoor te zorgen dat het fietspad niet te dicht bij de weg komt te liggen. Ik ga nu weer terug naar de testplanner. Ik druk opnieuw op de knop Bereken de route en ik kijk naar de routebeschrijving. Je ziet dat de afslag nu niet meer wordt genoemd. We gaan weer verder met dit fietspad. Het fietspad komt uit op een grote kruising met aparte fietspaden op de kruising. Hier is dus werk aan de winkel, want we tekenen altijd de complete fietsinfrastructuur in, zoals die in werkelijkheid ook aanwezig is. Hoe meer de planner namelijk weet hoe de fietspaden echt lopen, des te beter worden de routeadviezen die uit de planner komen. Je ziet dat het nodig is om ook overal waar het fietspad andere wegen of fietspaden kruist, ervoor te zorgen dat er hechting is. Vergeet daarom niet om bij het kruisen van andere wegen, Bovenop de weg of knoop die je kruist, een extra muisklik te maken. Het is pas goed als ook hier het grote grijze rondje verschijnt. En kijk ook weer naar de kleur van de knoop. Deze knoop is geel. Dat betekent drie aangesloten wegen. Dat klopt. Bij ongelijkvloerse kruisingen gaat het anders. Kijk, dat gaat zo. Dit fietspad gaat als tunneltje onder de weg door. Het verschil met gelijkvloerse kruisingen is dat je nu geen knopen plaatst op de kruisende wegen. De grote grijze bolletjes blijven hier dus achterwege. Bij ongelijkvloerse kruisingen is het wel belangrijk om direct na het intekenen extra knopen te plaatsen. Daarmee geef je aan welk deel van de weg feitelijk ongelijkvloers kruist. De extra knopen kun je zowel aanbrengen in de weg die eronder doorloopt als in de weg die eroverheen loopt. Hier doen we het met beide wegen. Uiteraard moet je nu ook nog aangeven welk deel boven en welk deel onder loopt. Meer daarover vind je in het filmpje over de zeven belangrijkste kenmerken van een weg. Lees hierover ook de handleiding, want er zijn verschillende situaties. Bijvoorbeeld ook ongelijkvloerse kruisingen met spoorlijnen en met water. Fouten herstellen die zijn gemaakt bij het intekenen van wegen. Ik ga nu laten zien hoe je gemaakte fouten bij het intekenen van wegen kunt herstellen. Op deze plek ben ik vergeten te klikken op de kruisende weg. Daardoor is er geen knoop ontstaan op de kruising. Voor de planner is het daardoor feitelijk geen kruising of verbinding. De fietsrouteplanner zou een route hierdoor op deze plek niet kunnen laten afslaan. Dit is daarom een fout en deze fout moet worden hersteld. Golfweg zijn er drie manieren om deze fout te herstellen. Eerst ga ik even laten zien hoe je deze fout niet moet herstellen. Je kunt deze fout niet herstellen door de knoop simpelweg achteraf nog toe te voegen. Kijk maar. Ik ga naar het icoontje voor het plaatsen van knoop en klik de knoop alsnog op het kruispunt. Op de eerste plaats zie je dat er geen groot grijs rondje ontstaat. Op de tweede plaats zie je dat de kleur van de knoop niet klopt. De knoop is blauw, maar zou paars moeten zijn. Op de derde plaats zie je dat als je de knoop versleept, de andere wegen niet meekomen. Vergelijk dat maar eens met het verslepen van een knoop die wel vast zit aan alle wegen. Op de vierde plaats is de fout ook zichtbaar te maken met de testplanner. Ik druk opnieuw hier op het zwarte fietsje. De testplanner wordt geopend. Ik zet nu voor de kruising het startpunt van mijn testroute en na de kruising het eindpunt. Uiteraard zet ik de planner opnieuw op het profiel Kortste Route. Ik druk nu op de knop Plannerroute. Je ziet dat de planner een omweg maakt. Daarmee is de fout aangetoond. Hier zie je nog een andere foutieve situatie. Dit is geen kruising, maar een plek waar een weg uitkomt op een andere weg. Kijk nog eens goed naar deze weg. Deze weg moet aansluiten op de horizontaal lopende weg. De knoop staat echter vlak naast de weg. Er is dus geen hechting. Je snapt dat je de fout ook hier niet kunt herstellen door de knoop simpelweg te verschuiven naar een positie precies bovenop de weg. Op die manier ontstaat er namelijk geen hechting. Het grote grijze rondje ontstaat niet, de kleur van de knoop klopt niet en je kunt de wegen ook niet meetrekken. Het is duidelijk dat je niet gehechte wegen niet kunt herstellen door er achteraf een verbindende knoop op te plakken of door een knoop te verschuiven. Hoe repareren we dan wel? De eerste manier is dat je al tijdens het intekenen van de weg op escape drukt. Je ziet dat de weg daardoor gewoon verdwijnt. Met het verdwijnen van de weg is ook de fout verdwenen. Deze methode werkt prima voor wegen die je nieuw aan het intekenen bent. Er zijn dan immers nog geen kenmerken aan de weg toegevoegd, dus deze gaan bij het wissen ook niet verloren. Na het wissen teken je de weg opnieuw in. Nu met de knoop op het kruispunt. Het grote grijze rondje is weer zichtbaar. De kleur van de knoop klopt. En bij het verschuiven van de knoop gaan alle wegen mee. In de testpanner kan de route op dit kruispunt nu gewoon afslaan. Bij de tweede manier laat ik de ingetekende weg zoveel mogelijk intact. Deze manier gebruik je als een weg al een tijdje bestaat en de kans groot is dat er al kenmerken op zijn aangebracht. Deze manier komt erop neer dat je de ontbrekende verbinding gewoon erbij intekent. Ik doe het hier heel overdreven door de nieuwe verbinding helemaal buitenom aan te leggen. Deze keer uiteraard met het verschijnen van de grote grijze bolletjes. Na het intekenen druk ik op toets X of op dit icoontje en wiss ik de weg die geen hechting had. Daarna druk ik op toets W of op dit icoontje en haal ik de overbodige knopen weg. Bij nogmaals drukken verdwijnen ook de vormpunten en houd ik alleen de nieuwe, goed gehechte weg over. Het opruimen van de overbodige knopen zal in de praktijk vaak niet lukken, omdat je deze alleen kunt weghalen als de kenmerken aan beide kanten van de knoop hetzelfde zijn. Je moet er daarom telkens voor zorgen dat de kenmerken eerst aan beide kanten van de knoop hetzelfde worden gemaakt. Dat doe je door eerst op toets C te drukken, daarna op de oorspronkelijke weg en daarna op het nieuwe tussenstukje. De kenmerken zijn nu identiek. Nu kun je de overbodige knoop meestal wel weghalen. Als het dan nog niet lukt, is er sprake van één of meer kenmerken met een doorgaand karakter die van elkaar verschillen. Deze moet je bij het kopiëren en plakken in het menu apart aanzetten. Alleen dan worden ze meegenomen. De derde manier om niet gehechte wegen te verbinden is een combinatie van de eerste en de tweede manier. Je kopieert eerst alle kenmerken van de weg. Dat doe je door eerst op toets C te drukken en daarna op de weg. De kenmerken staan nu in het geheugen. Nu wis je de weg. Daarna teken je een nieuwe weg in. Daarna plak je de kenmerken van de oude weg op de nieuwe weg. Dat doe je door eerst op toets V te drukken en daarna op de nieuwe weg. Voordeel van deze methode is dat je geen overbodige knopen hoeft weg te halen. Het nadeel is dat je de hele weg opnieuw moet intekenen. Bij lange wegen kan dat best een groot nadeel zijn. Kenmerken. Direct na het intekenen van wegen is het belangrijk de zeven belangrijkste kenmerken aan iedere weg toe te kennen. Bekijk eerst het filmpje Toekennen van kenmerken en daarna het filmpje De zeven belangrijkste kenmerken van wegen. Bij het toekennen van kenmerken is het belangrijk dat je precies weet wat er met de kenmerken en de waarden van de kenmerken wordt bedoeld. In de filmpjes wordt dit onvoldoende duidelijk. Lees daarom in de handleiding hoofdstuk 5 helemaal goed door. Doe dit nogmaals als je al een tijdje bezig bent met editen. Veel plezier met editen en maak er iets goeds van.